Ik heb net de eerste kilometers kunnen doen op deze nieuwe Campagnolo Super Record Wireless. Zoals de naam het zegt, het is allemaal draadloos vanaf nu. Maar eigenlijk de grootste verandering voor ons als Campagnolo liefhebber is het feit dat er nu geen duimschakelaar meer zit. Die is gewoon afwezig. En de keuze voor twee knoppen hier. Een beetje zoals die kennen bij Shimano DI2 als we willen vloeken in de kijk. Dus dat is de voornaamste verandering volgens ons. Heel goed in de hand ligt deze nieuwe rubber op de remgreep. De vorm van de shifters is opnieuw uitstekend, zoals we het kennen van Campagnolo. Maar we zaten direct goed, onze handen vielen er gewoon perfect in. En dan zie je hier natuurlijk de batterijen op de derailleurs. Die op de voordrailleur is goed zichtbaar. Die op de achterdrailleur is hier heel mooi achter de derailleur ingewerkt. Dat zorgt toch voor een heel knap geheel. Zeker in combinatie met die cranks zoals we ze al kennen sinds de vorige Super Record, zullen we maar zeggen. Die zien er prachtig uit met die volledig dichtgemaakte zijkant. De schijfremmen blijven een absoluut pluspunt bij de Campagnolo groepen, ook bij deze Super Record Wireless. Er is heel weinig aan veranderd, uitgezonderd een klein beetje de remblokken. Maar die doen uitstekend hun werk. Dit was dus onze eerste kennismaking met de Super Record Wireless. Voor een definitief eindoordeel moet je nog even wachten. Want daarvoor moeten we nog een testfietsen voor langere duur binnenkrijgen. Hou daarvoor de kanalen van Ginta in de gaten en je blijft zeker op de hoogte.